In de nacht van 1 op 2 oktober staan we in Saint-Gilles. Een redelijke plek, niet om te gillen, maar er is morgen markt voor Gerda. Volgens een voorbijkomende schipper die al jaren op een boot woont, is dit geen veilige plek. Maar ja, de man was helemaal een beetje negatief. Maar helaas kreeg hij wel gelijk, want het bleek 's morgens bij de camper voor ons waren de twee elektrische fietsen van het rek verdwenen. Dus zo zie je maar weer, altijd uitkijken, je kan niemand meer vertrouwen. Het geeft een rotgevoel, maar het is nou eenmaal zo.